Even een waarschuwing. Deze vreubel niet door de kinderen laten doen. Goedendag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Vreubel Ladies. We hebben er weer zin in, hè? Ja. We zijn 2 weken is Natas niet naast me geweest. Heb ik het alleen moeten doen. Druk. Nou, ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van de afgelopen uitzending die we natuurlijk buiten op straat hebben gemaakt. En nu gaan we weer wat doen. En dat is alweer lang geleden. We gaan knutselen. En Natas, wat gaan we doen vandaag? We gaan een kaars maken. We gaan een kaars maken van de overgebleven kaarsstompjes. Die we dan wel eens, die we afgelopen winter veel hebben gebruikt. En die gaan we nu weer herbruiken. Dus ik zeg, laten we maar gaan beginnen. En wat hebben we ervoor nodig? Een lijmpistool, een leeg pot. Kaarsen, je kan nieuwe kaarsen gebruiken of oude kaarsen, wat je denkt, nou ja, dat heb ik nog over van de winter, daar maken we stukjes van. En vreubeltjes, wat we erop kunnen plakken, op het potje. En niet vergeten, een lont. Oh ja, een lont. Laten we maar gaan beginnen. De stukjes kaars laten we smelten in de fondue. Terwijl de kaars wat aan het smelten is, knippen we de lont op maat aan de hand van de grootte van het potje. Nu hangen we het lontje in het potje. We pakken nu heel voorzichtig het hete kaarsvet met een handdoekje. Hou voorzichtig het lontje vast zodat hij recht overeind blijft en schenk nu heel rustig het kaarsvet in het potje. Hier hebben we er eentje die we al eerder hebben gemaakt. Laat eerst even stollen voordat de volgende laag er overheen gaat. Wij schenken laagje voor laagje in, want wij willen niet dat de kleuren gaan mengen. En knip de resterende lont af op maat. Nu kunnen we het potje gaan versieren. We plakken een beetje sierplakband eromheen. We gebruiken de lijmpistool om er een leuke tekst op het potje te schrijven. En nu met de lijmpistool kunnen we de rest van de frutsels erop plakken. Nou, dit is dus het eindresultaat. En ik moet wel leuk geworden. Hij is heel leuk geworden. Maar goed, dat was het voor deze week. Natas, jij gaat ons vertellen wat we volgende week gaan doen. Ja, we gaan volgende week iets voor de huisdieren doen. Voor de hondjes. Ja. Maar ik ga niet verklappen wat. Nee, we hebben vragen gekregen van kijkers. Van, maken jullie ook iets voor honden? Nou, daar zijn wij ons rot aan wezen zoeken. En we dat hebben, mag je wel zeggen, ja. Ja, en we hebben een aantal dingen gevonden. Dus dat gaat aankomen. Mensen, hou ons in de gaten weer. Tot volgende week. En weer ontzettend bedankt weer voor het kijken. En
like onze pagina natuurlijk, delen. Ja, wat was het ook even, Natas? We hebben natuurlijk nog steeds die mooie website. Ja. En kijk daarop op www.devrubbelladies.nl. Als jullie hem ook gaan maken, vind ik het natuurlijk ontzettend leuk om ook jullie foto's te zien. En dan zeg ik, maar dat vinden we allebei heel leuk. Vinden we heel leuk, ja. Bedankt voor het kijken en tot volgende week weer. Ciao, ciao. Doei, doei.